Hallo, meneer Gover. Ja, Dave, goedemorgen. Met Wil van Delft van het programma Deels Blauw. Hey, goeiedag. Goeiedag. Welkom hier in het programma. De reden dat we jou hebben uitgenodigd vanmorgen is vanwege die nieuwe single, die heet een Lekker Ding. Ja, klopt. Leuk. Ja, hoe ben je erop gekomen, Lekker Ding, hè? Ja, nou, het is eigenlijk zo dat ik natuurlijk in samenwerking ben gekomen met Henk Dame, waarvan Blink Music is. En zodoende zei hij van, ik heb eigenlijk een heel leuk nummer voor jou liggen en dat wil ik graag met je uit gaan brengen. Dus ja, zodoende is het eigenlijk een beetje gelopen. Ja, ik draaide vooraf draaide de single De Wereld Is Veel Mooier van, wanneer is die single uitgekomen? Die is juni, volgens mij, het afgelopen jaar. Net voor de vakantie, juni. Ja. Net voor de bouwwachtvakantie, ja. Zeg maar. Dat zijn twee totaal verschillende singles, Dave. Ja, klopt. Helemaal. Ja. Ik had natuurlijk vorig jaar ook mijn eerste twee singles uitgebracht, was natuurlijk met jou en De Wereld Is Veel Mooier. Ja. En dit is inderdaad een ander steltje en het is niet precies het steltje wat ik eigenlijk bedoelde. Maar Henk zei dat dit, dat dit een hele leuke single gaat worden en is. Dus ik denk, nou, weet je wat het is, hey, ieder wat wil, laat het proberen. Dus toen heb ik hem toch uitgebracht en ik ga gewoon een beetje zoeken naar mijn stijl en mijn wat best bij me past. Wat is ik ben hem nog niet helemaal, maar... Wat is dan het beste wat je zelf denkt wat bij jou past? Ja, ik weet het niet. Het is net een beetje te traag, zeg maar. Het is een beetje een tragere versie van mijn andere twee singles. En ik heb echt gewoon eens gedacht van, ik ga eens gewoon proberen. Ik ga eens wel andere dingetjes proberen en eens kijken wat mijn hart het beste ligt. En op zich zijn de reacties wel positief. Dus ik ga het gewoon meenemen in mijn optreden en ik ga gewoon kijken wat waar het schip kan. Want jij houdt toch wel een beetje van het uptempo in, want jij hebt met een duo samen dubbel feest, hè? Ja, klopt helemaal. En dat is carnaval. En dat is gestopt of is dat niet meer? Nee, dat is voor carnaval. Wij treden zeg maar heel de carnavalsperiode met z'n tweeën op en buiten carnaval doen we het alle twee solo. Oh, dus dat is eigenlijk een soort gelegenheidsduo? Ja, klopt helemaal. Ja. Jij bent solo gegaan, hè? Eigenlijk ben je nu een paar jaar bezig, een aantal singles uitgebracht. Vorig jaar ben ik begonnen. Ja. En hoe is dat verlopen tot nu toe? Ben je daar tevreden over? Nou, ik vind het eigenlijk heel leuk. Ik heb heel leuke dingen mee mogen maken en ik maak steeds hele mooie dingen mee. En ik moet zeggen dat het eigenlijk in vogelvlucht is gegaan. En er zit een stijgende lijn in en daar ben ik heel trots op. Ja. En je hebt een aantal leuke dingen meegemaakt, zei je al zo tussendoor. Wat zijn dat voor leuke dingen? Ja, ik ben natuurlijk vorig jaar heb ik op Oosthout Live gestaan. Dat is wel een beetje een groter evenement in de regio. Ik ben bij de Vroom in Palmeiras geweest in Spanje. Ja? En 23 maart vertrek ik naar de Mosquito Bar in Westendorf. Ga ik ook een paar optredens verzorgen. En dat zijn gewoon echt leuke dingen als je dat mag maken als beginnend artiest. Best wel leuk. Wat ga je daar naar de apres-ski? Ja, klopt. Ja, je bent naar de apres-ski? Ja, ik zeker, hè, dat is ook een beetje carnaval, apres-ski is eigenlijk een beetje hetzelfde, hè, een beetje... Ja. Het is gezelligheid. Dit weekend rustig of is een optreden dit weekend? Nou, ik ben heel erg ziek geweest, maar momenteel, morgenavond heb ik weer een optreden in Helmond. Dat is voor Puur Holland, dat is ook de 200 uitzending van Puur Holland, dat is ook een radiozender. Ja. En dan gaan we naar Helmond. Ja. En dat treden we op met Henk Dame ook en dergelijke. Ja, want Henk Dame die heeft onder andere ook de tekst geschreven van dit nummer, hè? Ja, die heeft de tekst geschreven en alles op en aan. Ja, klopt. Blijft die samenwerking, blijft die voorbestaan met Henk? Of, Ja, voorlopig het komende jaar gaan we zeker wel leuke dingen doen samen inderdaad. Ja. En we gaan gewoon kijken waar het schip strandt, hè? Ja. We gaan nog meer verwachten van jou in 2018, Dave? Dat komt sowieso, ik verwacht dit jaar net na de vakantie, na de zomervakantie, komt er nog een single uit. En dan komt natuurlijk ook in 11.11 komt onze carnavalsingel weer uit met ons duo. Ja. De luisteraars die meer willen weten over jou, waar kunnen ze dat meer informatie vinden over Dave Govers? Nou, ik heb sowieso een eigen entertainmentbureautje, dat is gewoon www.goversentertainment.nl. Daar kun je heel veel informatie over vinden, ook over mijn zangcarrière en ook over mijn de rest van wat ik allemaal doe, zeg maar. En natuurlijk via Facebook ja. En Instagram. Eventjes een korte single, waar gaat die over de tekst, Dave? Ja, het gaat eigenlijk over een meisje die de kroeg binnenkwam en die eigenlijk heel erg leuk vindt. En dan doordat je eigenlijk ook je eigen misdraagt en te veel drinkt, vergeet je eigenlijk voordat je weer naar huis gaat je vrouw. Ja, maar je bent opgezet. Dus,
Ja, zoiets. We gaan het eigenlijk draaien, Dave. We vonden het leuk om jou te geven te spreken vanmorgen hier in de uitzending. Ja, heel erg bedankt voor de aandacht en de groetjes. Nou, we gaan het draaien en het gaat je goed. Tot de volgende keer. Bedankt. Doei. Hartstikke bedankt. Doei.